vandaag een leuk pakketje gekregen van Fitty. Allemaal verschillende smaakjes. Yeah. Deze is True Happiness Tea en Acai Tea. Dus bijvoorbeeld Inner Balance Tea, Recovery Tea. Hier zit green tea in, apple slices, chinwulu, ik weet niet wat dat is, cinnamon sticks ja, en nog veel meer. Ik vind deze ook echt lekker. Je krijgt er ook zo'n handige beker bij, dan kan je hier de kruiden en de thee in zetten. Dit is een True Happiness Tea, toch? Ja, hij ruikt ook echt super lekker. Ja, deze ruikt echt naar wine gums ofzo. Ja, echt naar snoep. We hebben deze ook al een beetje geprobeerd. En I love it. We drinken namelijk ook echt veel thee hier. En deze is dan bijvoorbeeld voor in een kopje te doen. Dus gewoon wat kleiner. En wij mogen een kortingscode weggeven van 15%. Ja, en dat staat hieronder. LA Sisters 15. En ook gaat Fitty zijn naam veranderen. Yes. Namelijk naar Fitvia. Ja, inderdaad. Van Fitty naar Fitvia. Omdat ze niet meer alleen thee gaan verkopen. Maar ook ja, andere healthy producten. Dus vandaar de naamsverandering ook. Het lekte. So go order your tea op www.fitty.eu. En kijk eens wie hier in de showroom is. Say hi. Hallo. Ze is wat leuke kleding van LA Sisters aan het passen. Mm-hmm. En dit is de lace-up dress die ze nu aan heeft. Wat vind je er zelf van? Dit doe ik dus nooit. Nee? Dat heb ik nooit van die touwtjes. Maar ik vind het op zich wel leuk. Ik denk dat je wel een maatje kleiner van deze kan. Ja. Want zeker bij je benen kan hij wel echt wat strakker, vind ik. Hier zo. Maar ik vind het wel gaaf. Ik vind het wel leuk om in hoek te trainen. Jawel, hè? En eigenlijk van boven is je gewoon simpel. Ja, dus deze. Ja, en ook hier kan hij wel wat strakker, hoor. Bij je buik. Oké. Okay. Want dit is een M. Ja. Beter een S. Zal ik even een S voor je pakken? Ja. Zo, even kijken of we nog een S'je hebben. Yes. Hallo Amber. Wij zijn bij Zoe thuis. En we hebben net lekker sushi besteld. En daarna... Ja, nu is het wachten. Wat zeg je? Nu is het wachten. Nee, we gaan straks lekker sushi eten. Daarna gaan we naar een verjaardag van een vriendin van ons. Julia. In Tonton. Viert je net? Tonton. Tonton. Dat is een soort speelhal. Nee! En we kijken voetbal. Nee! 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 Nou. Nom. Sushi! Ik ben eigenlijk misselijk nu, maar ik heb er wel druk in. Gaat er altijd wel lekker in, hè? I love sashimi. My favorite. Morning! Ik ben alweer op werk. Het is nog lekker vroeg. En ik kwam er gisteren achter dat de weekend een concert geeft. Dat is me helemaal ontschoten nu, ontgaan. En anyways, ik wacht. Eigenlijk wilde ik wel naar het concert toe gaan en het was helemaal uitverkocht. Dus toen had ik een vriend van mij geappt uit Miami, want ik weet dat hij vriend is met Abel. En nu heeft hij VIP-tickets geregeld voor mij en Lois. Dus nu kunnen wij toch nog last minute naar het concert gaan. Daar heb ik wel zin in. En ik denk dat we dus iets eerder weg gaan van werk. Dus je kan zien, moet ik mijn haar wassen, make-up, ik moet alles nog doen. Dus het begint al echt vroeg, volgens mij om 6 of 7 uur. Ik denk dat wij iets van 4 uur weggaan van werk of zo, zodat ik nog even kan omkleden, haar wassen, stijlen, velen, alles. En dat ik nog niet het concert mis. Dus ja, dat is de planning for today. Ik ga even een lekkere smoothie maken. En dan gaan we in doen. Spinazie. Zo, smos. Zo. Ik heb hier peer en banaan gesneden. Dan kokosnootwater. Zo, die is op. En dan melk. Zo. En als laatste een beetje chai saus.
Alsjeblieft. Wat gaan wij doen? Naar de weekend. We gaan naar de weekend. Het first McDonald's. Yes. LA Sisters corset. Yes. Cute. En ik heb LA Sisters joggingbroek aan. Goedenavond, mag ik één? Wat wil jij? Een McCroket. Ja. En doe mij maar. En een. Doe mij maar filet of fish. Ja. En zo'n mango en ananas smoothie. Mango en ananas smoothie. Ja. En doe mij maar water. We zijn nu een drankje gaan halen, we hebben een deze gekregen. Hier kunnen we ook gewoon mee binnenkomen. Say hi to Hong. Say hi to our vlog. Hey. What's up? Shout out to the vlog. Shout out to my favorite vloggers out here. Eindelijk weer thuis en we zijn moe. Weekend was echt goed, toch? Het was echt, ik vond het een goed concert. Ja. Ook best wel lang, 1,5 uur volgens mij. Ja, hij heeft echt lang gezongen ook. En alles was gewoon goed. Blijf. En we zijn net gewoon weer naar McDonald's geweest. Ja. Zo, ik ben verzadigd voor voorlopig. Sorry. En we gingen net live op Instagram voor de eerste keer. Samen voor de eerste keer. Ja, echt funny. Nee, voor mij was het de eerste keer. Oh. But yeah, we gaan slapen. Good night. Goedemorgen. Ik ben nu op Laura aan het wachten. We gaan namelijk naar Breda toe. Om daar carnaval te vieren bij Astrid, vriendin van ons. Ik heb nog nooit carnaval gevierd. Maar ze stond erop dat we carnaval moesten komen vieren. Nee, ze zei ja, ik zou het gezellig vinden als jullie komen. Dus we zijn nu onderweg. Maar ze moet wel opschieten. Want we zijn natuurlijk weer veel te laat vertrokken. Hoe laat het nu is? 10:30. Het is 10:30, 1,5 uur rijden ongeveer. Ja. Oh, het is 11:30. Oh, ze is daar. Ik ga nu filmen. Little devil. Dus je bent duiveltje vandaag. Vandaag wel. Drinking every night because we drink to my accomplishes. Fade away too long, I'm flowing in and out of consciousness. And they say, you already know though.
You only live once, that's the motto, nigga, y'all know when we bout it every day, every day, every day. Honey, honey, how honey ain't sweet like sugar, ain't shit sweet. Niggas on the street like dancers, I do not know nothing. Ooh. I see him tweaking, ain't no something's coming. Ooh. Jumping, 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 that boy's under something. Ooh. Jumping. Ik kan beter vies worden dan we zijn Bruno. En iedereen moet zich even voorstellen, dat is... Señorita Astrid. Señorita. Laantje, Indiaantje. Devilous bitch. You're the devil, girl. Devil. I'm an angel. I'm an engel. En we gaan carnavallen. I'm an engel. Kielegat. Kielegat, laat je horen. Ga heel los. Nou jongens, we gaan de hort op. Hort op, babe. Iedereen is verkleed, zo grappig. Oh my god. Nee, maar wij zijn echt... Het is wel koud. Ik heb wel even een jas mee. Ja, inderdaad. Asi, kijk eens. Hola, señorita. Wappa. Ik had zo leuk. Waar hoor je bij? Another day, another concert. Ik ben met Liz en ik ben onderweg naar Drake. En Lodi rijdt achter ons. Ja, je kan niet goed zien. Maar we hebben besloten met twee aparte auto's te gaan. Omdat, ik weet niet, Lodi misschien eerder weg. I don't know. En Lo is al een keer naar een concert van Drake geweest. 2 weken geleden. Dus ja. We gaan zelf even Drake hier luisteren. En gaan het opwarmen. Ja, je hoort het. We hebben net onze kaartjes opgehaald. Iedereen eentje. We hebben gewoon één extra gekregen. Zit vast. Daar. Kan niet met één hand. Uh-oh. Oh, shit. Oké, moeten we hem omdoen? I don't know. Drake. El Drake. Ga niet scherp stellen. Okay, we kunnen nu wel daar erin. Irritant. Hebben jullie er zin in, meiden? Ja, ja. Ja, ja. From the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. I want to stand up. Started from the bottom, now my whole team here. Just a shit look, gotta reach out, reach back like one.